Hallo en welkom bij deze bijzondere screencast. Waarom bijzonder? Nou, ik maak hem met een externe webcam. Kijk, ik haal even mijn handen voor die webcam, die ik gericht heb op het scherm van mijn Chromebook. En waarom heb ik dat gedaan? Nou, ik wil even laten zien dat ik met Chrome kan werken, met een Chromebook kan werken, terwijl die geen internetverbinding heeft. Kijk, geen internet. Ik heb wifi uitgeschakeld, zoals je hier ziet. Ik zou het aan kunnen zetten, maar ik zet hem netjes uit. Ik ben offline en toch kan ik van alles doen op mijn Chromebook. Nou, ik kan bijvoorbeeld deze screencast maken met behulp van Native Video Recorder, omdat dat een van de apps is die offline kan werken. Maar zo zijn er veel meer. Ik kan natuurlijk niet alles laten zien, maar wat ik heel belangrijk vind is Google Documenten, Google Docs, kan gewoon offline werken. Google Drive synchroniseert met jouw interne geheugen op je Chromebook. En daarmee zijn de bestanden die je in Google Drive hebt staan gewoon lokaal beschikbaar. Die kun je lokaal beschikbaar maken. Nou, hier zie je er een aantal staan. En ik kan gewoon een document aanklikken. Die wordt dan geladen. Je zou denken, ik zie toch een URL, dus je bent online. Nee, ook intern wordt gewerkt met URL's, omdat Chrome in feite een browser is natuurlijk. Dus hiermee wordt lokaal een bestand opgehaald en dat is nu beschikbaar. Ik kan de doorscrollen, maar ik zou ook tekst kunnen aanpassen, wijzigen en opslaan hoeft niet. Dat gebeurt automatisch. En op het moment dat ik weer internetverbinding krijg, zal het gesynchroniseerd worden. Dat geldt niet alleen voor bestaande documenten, maar je ziet hem hier al staan, het plusje. Ik kan ook wijzen. Met dat plusje kan ik een nieuw document starten. Maar dat is nog niet alles, want misschien zag je het al in mijn menu. Ik heb hier Gmail offline. En daarmee heb ik ook toegang tot al mijn mail. Alle mail die in Gmail zat tot het moment dat ik offline ging, is beschikbaar via Gmail offline en kan ik gewoon doornemen. Ik ga jullie niet al mijn mail laten zien natuurlijk. En ik kan bestaande mail ook beantwoorden. En ik kan ook een nieuw mailtje starten. Gewoon door hierop te klikken. En dat zal verstuurd worden op het moment dat ik weer internetverbinding krijg. Nou, zo heb je eigenlijk alle basisfunctionaliteit die je mag verwachten van een device. Namelijk ook kunnen werken wanneer je offline bent. Is mogelijk op een Chromebook. Bedankt voor het kijken.